je lekker in slapen? Ja. Ja. Waar gaan we naartoe? Amerika. Good morning from Kissimmee! Goedemorgen, friends. Het is vandaag een treurige dag, want vandaag gaan wij terug naar huis. Dat betekent naar de lockdown en naar 20 graden kouder en heel veel natter. We kijken daar niet echt naar uit. Natuurlijk zijn we blij om weer naar mijn hondje te gaan. Met mijn vader en mijn broertje, mijn zus. Jij naar jouw family. Ja. Maar, weet je, we hebben een klein probleem. Want we hadden nog allemaal eten in de koelkast. Dus wij zijn eigenlijk, daar zorgen wij voor vandaag, dat dit nog even opgaat. Het is, hoe laat is het? Kwart voor negen. Nou, mooie tijd voor cheesecake. En nou, de boterhammen die zijn bijna allemaal op. We hebben denk ik per stuk al zes boterhammen. We hebben goed gegeten. Gaat helemaal goed. Dus we gaan lekker dit even... Van de Cheesecake Factory. Kijk hoe lekker. We waren er al een beetje aan begonnen. Maar... In de auto. Ja. We nemen altijd de sweet... Salted caramel cheesecake. Ja. Sweet? Ja. Nee. Ik had het even jou. Oh, oké. Okay. Ja, dit is toch echt de allerlekkerste. Ik had van de week een andere geprobeerd, maar... Kijk. Het is een beetje met kleine chocolaatjes erin. Heel minuscuul. Het is zo lekker. En caramel. Ja. Zeker geen klein beetje caramel. Nee, zeker geen klein beetje. Eigenlijk. Er zit ook gelukkig maar 1200 calorieën in één zo'n stuk. Gewoon zo'n klein spietje. Ja. Maar we hebben de hele taart meegenomen in de koffer. De grote versie, niet de kleine. Nee, de grote. Dus nou. Wij gaan even zorgen dat dit allemaal goed gaat. Dus ik ga jullie even uitzetten. Zo. Wij zijn echt nog even zo de allerlaatste zonnestralen aan het opslurpen gewoon. Ja, vooral op dat gezichtje van op. Ja. Het is echt even afkikken dadelijk. Dus nu nog even van genieten. We gaan over een half uurtje hier weg. En de koffers zijn te zwaar. Dus ja, het was heel naar. Ja, ik zal je vertellen, we hadden wel een extra koffer heen meegenomen. Dus een lege koffer in een koffer. Zo'n platte, zeg maar zo'n tas. Maar we hebben zeg maar net een beetje nu overgewicht met drie koffers. Want we mogen 3x23 kilo en dan ook nog 3x10 kilo handbagage. Daar zitten we net nu overheen. Dus om nou $100 bij te betalen voor... Nou ja, weet ik veel. Een koffer van 5 kilo, wat dan nog die extra koffer zou kunnen zijn. Dat vinden we een beetje veel. Dus we gaan nu proberen om het zo mee te krijgen. En zo niet, dan nemen we dus, alsnog die lege koffer mee naar het vliegveld. Dat we dan alsnog alles kunnen overplaatsen. We hopen gewoon dat het gewicht op de airport anders is. We hopen het. Pray for us. Nog een laatste checkie. Zo, alles een beetje fatsoenlijk achtergelaten. Oh ja, ik heb net nog even in de zon gezeten. Heel charmant. Dag huis. Ik raad je aan niemand aan. Dag minions, niet gebruikt. Nee, zeker niet. Jij doet de lichtjes aan. Ja. Ciao. Ik had een paar keer de vraag gekregen waar wij altijd ons huis boeken. Wij zitten altijd, nou tenminste meestal in verschillende villa's. Want wij willen altijd aan de 192 zitten. Dat is gewoon de weg waar eigenlijk alle dingen te doen zijn. En 15 minuten van de outlet ongeveer. Dus we zitten vaak in Story Lake. Dat is waar we nu zitten. Daar vinden we een pluspunt van dat
dat hier een Lazy River is, waar we vaak geweest zijn. We zitten ook dus inderdaad 15 minuten van de outlet vandaan. Je zit dichtbij een snelwegoprit. Dus dat is top. Verder zitten we vaak in Verona Palms of Bella Vida. Dat zijn ook gewoon fijne parken. Die zijn allemaal veilig. Er zit altijd iemand die bij het hek zeg maar zit. Dat je niet iemand zomaar binnenlaat. Vinden we altijd gewoon fijn. En we zoeken meestal op verschillende sites. Dat verschilt een beetje. Maar de laatste tijd hebben we veel gevonden op Airbnb. Dus ik zou daar even kijken als je dat wil doen. Nou, we gaan richting het vliegveld, I guess. Dag huis! We moeten nog even tanken bij ons favoriete tankstation Wawa. Want de auto moet altijd vol ingeleverd worden. Tenminste, dat is niet altijd, maar vandaag wel. We hebben een auto bij LMO trouwens. Dus even tanken. Kijk nou wat er staat. Got a craving? After you fuel up, stop in the store for coffee, a hoagie and more. Gotta have a Wawa. Het is echt toch leuk. Ja, laugh, dat maakt het toch leuker dan tanken bij de Esso. Ja, of zo, zeker weten. Dat is toch heel... Ik werd ook in de tankstation zelf geholpen door een vrouw. Ze was minstens 82 en ze heette Dolly. Ik zei, Dolly, I love her name. Thank you, sweetie. Oh, I love it here. Kiki, zit je lekker? Ja, gezellig met alle koffietjes. Goed zo, lieverd. Top. Kijk eens wat ik heb gevonden bij de tankstation. Sunkist! Ik wilde al een hele week weer Sunkist drinken. Maar dan kan je alleen maar van die enorme flessen krijgen. Of van die blikjes dat je er gelijk 10 moet drinken. Maar ik wilde gewoon even, dit is echt jeugdsentiment voor mij. Sunkist, zo lekker. Ja, we hebben hier nog een grappige anekdote over. Ga je daarom lachen? Van die koelkast ijsblokjes. Ja, oh, dit smaakt namelijk naar Calippo. En Juri, die was een keer een jaar of 5. En toen... Heel klein, want hij had een stoel nodig om op te klimmen om bij de koelkast te komen. Wij hadden een appartement gehuurd in Fort Lauderdale. En was dat in Fort Lauderdale? A condo, dear. A condo. We rented a condo in Fort Lauderdale. En daar hadden we dus wel van die enorme flessen Sunkist. Had Juri dus daar geprobeerd ijsblokjes of zo. Hoeveel was het nou? Hij had iets in de vriezer gedaan met Sunkist. En dat was ontploft in de vriezer. En toen was dus heel de vriezer vol met Sunkist. Zoiets was het. Maar niet alleen de vriezer, het kwam er gewoon langs. Het kwam er ook uit, aan de buitenkant. Dat is waar, ja. En er was echt heel lekker oranje ingekoekt. Ja, en hij wilde Calippo's maken. Het was wel heel lief. Nou, dus daarom, ik wilde even Sunkist. Lekker. Het smaakt overigens gewoon naar orange iets. Geen ijsblokjes van maken. Geen ijsblokjes van maken. Ik had al gezegd, het smaakt naar Calippo. Nou, dan weten jullie het. Dag. Nou, we moesten even nog alles overkiepen. We zijn helemaal geburnout. Maar ja, bloedheet. We hebben die koffer niet nodig. Ja, het is echt bloedheet. Echt verschrikkelijk met de mond. Maar het past. Okay. Soort van. Oh, hoi. We zitten in het treintje naar de gate. Wat dan eten met die kappels. Let's go. Wow, die blue sky. Ja, zeg maar gedag. Kan een missie. Me too. Lieve Leute, we zitten bij de gate. We gaan eerst vliegen naar Newark. Dat is het tweede grootste luchthaven van New York City. En dan hebben we een layover van 2,5 uur. En dan vliegen we door naar Amsterdam. But first? We hebben natuurlijk allemaal eten meegesmokkeld dat je mondkapje wat vaker af mag. Dus, lemon cake it is. Dit is natuurlijk een normale vendingmachine. Dit hebben wij ook natuurlijk in Nederland. Zo grappig dit. Ik ben trouwens vergeten te vermelden dat bij het inchecken hier, dat ze echt letterlijk alle formulieren vroegen die we mee hadden. Zelfs de Nederlandse gezondheidsverklaring van Schiphol ging die mevrouw lezen. Terwijl die is in het Nederlands. Dus en het is heel raar, want die staat ook dat je die bij je moet hebben voor je, zeg maar, als je naar Amerika vliegt. Maar daar hebben ze niet naar gekeken, dus je moet opletten dat je hem voor de terugreis ook hebt. Dus zorg gewoon dat je alle papieren uitgeprint in een mapje hebt binnen handbereik, want ze gaan het echt weer allemaal vragen. Wij kregen het even Spaans benauwd, maar het is allemaal goed gekomen. Wij dachten even dat we corona hadden. Ja. Zo heet. We kregen spontaan corona. Ready to board. Shanti.
You ready? Take me home. Take me home. As quick as possible. Fast please. Forward from now on, please. Als we dan toch weg moeten, dan heel snel. Ja. Ja. Wat is het? Het is een filmpje. Zou ze daar een rondje missen? Ja, heel lief. We hebben al heel veel hondenfilmpjes gekeken. Ja. Het is 2:06 vliegen en ze verwachten spectacular views op Newark. Betekent dat New York City? Ik hoop zo dat ze echt heel leuk zijn. En aan onze kant ook. Ja. Ready for departure. God, it's New York City. Oh my god. Ik hoop dat we nog dichterbij kunnen komen. Oh my god. Het is het echt. Yo, Shanti. Kijk dan. Kijk, je vliegt echt recht op de stad nu. Want dit hier... Dat is Manhattan. Met al die gebouwen. Zo vet. Oh my god. Kijk, je landt hier dus echt gewoon naast de skyline. Hoe geweldig. De Freedom Tower. Empire State Building. Echt heel vet. En we zitten nog in het vliegtuig. Hoe leuk kan het zijn? We zagen een paar hondjes naar binnen gaan. Surface Animal Relief Area. Kan Dakota toch volgende keer mee als ze mijn service rond wordt. Hallo friends, wij zijn even neergestreken bij een Italiaans plekje. Lekker pizzaatje besteld. Waar is die van jou? Die komt zo. Oh. En ik heb er lekker knoflook in gedaan, want ik heb toch een mondkapje op. Dus. Hey, leuke winkel. Hoe heet dat? Nou. Zeg het. Loctriane. Loctriane. Waarom zulke moeilijke woorden? L'Occitane! L'Occitane. L'Octriane? L'Occitane. Nee, ja, dat kan ook. Ja, mooi. Dat is ook. Een heleboel mensen hebben zich al verzameld bij de gate. Dus wij gaan er ook maar aan geloven. Hallo friends, we zitten op ons plekje. Al heel even. Thomas. Nou, het was echt een ramp met die koffers. Eerst op Orlando ging alles prima. Mochten we extra koffers, alles was goed. Toen moesten we hier eerst nog onze QR-codes laten zien. En onze Schiphol-verklaringen. Weer, die hadden we op Orlando laten zien, die moesten nu weer hier. Het is zonde dat we dat wisten. We stonden al in de rij om te boorden en toen mochten we ineens niet boorden. Ja, dus dat was heel raar. En trouwens, in Orlando ging het niet allemaal vanzelf. Want we hebben eerst, omdat onze koffers te zwaar waren, moesten we alles verkassen. En uiteindelijk mocht het allemaal mee. Ja, toen mocht het in de cabine. Ja. En hier mocht het weer niet in de cabine. Ja, dat zijn ze uiteindelijk weer wel. Ja, dat zijn ze dus bij het boardenpas, zonder iedereen op te houden. Komen bij het vliegtuig. Zegt die vrouw, nee, het mag gewoon mee naar binnen. Had ze helemaal stickers voor de ruimte opgenomen. Nou, het was echt een zootje. Ofwel, we hebben weer genoten van deze dag. Het was weer een toppunt. Het was top. Ik heb nu een smintje in mijn mondmasker op. Ik ook. Ik kan niet meer mogen kijken. Dus we zeggen, tot straks in Amsterdam. Doei. Nou, het filmaanbod is echt fantastisch. Ja, het filmaanbod. Ja, dit is top. Kijk, Harry Potter. Wat had ik nou net nog gezien? Coco. Frozen 1 en 2, nou helemaal leuk. Ik zag net nog iets wat ik echt fantastisch vond. Dreamgirls. Ja, waar staat dat? Bij de D meestal. Ja. Oh hier, Dreamgirls. Mijn favoriet. Maleficent staat open. Hoeveel? Maleficent. Maleficent. Heel leuk. En Moana. Oh, leuk. If I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Yay!
I love you. Oh, eindelijk, eindelijk. Hallo, Missy. Oh. Oh. Hey. Geen Dakota? Nee, dat was zielig. Dat was. Dus je moet nog even langer wachten. Ja, kom maar. Nee, doe maar gewoon. Wow! Gaaf, hè? Zo! En precies wat jij wil, met zo'n broek over die... Hallo allemaal. Ja, het is nu echt het einde van deze vlog. En daarmee ook het einde van deze reeks van de vlogs. Van de vlog dat we eindelijk weer naar Amerika konden gaan. En wat hebben we het leuk gehad. Echt, het was wel natuurlijk meer geregeld dan normaal. Door corona. Met al die papieren en testen en weet ik wat allemaal. Maar het was dubbel en dwars waard. Ik moet er wel even bij zeggen. De vlog is natuurlijk opgenomen van de laatste week van november. En toen waren de regels voor terugvliegen wel anders dan nu. Dus hou dat zeker gewoon in de gaten. Hou mijn vlogs daar niet helemaal in als leidraad. Blijf zelf ook goed nadenken. Ja, verder voor de volgende keer. Dat is nog niet gepland, weten we nog niet. Ik moet eerst mijn opleiding afmaken. Ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik studeer trouwens ergotherapie, heel iets anders. Ja, dus... Ik hoop dat ik jullie snel weer zie. En ik wil jullie bedanken voor alle lieve reacties op mijn vlogs. Echt zo ontzettend leuk. En ik lees ze allemaal. Dus voor nu, bedankt voor het kijken. En ik hoop tot heel snel weer. Doei!